Goedemorgen, welkom bij de toelichting to to op de Wet Collectieve Warmte. Uh, we hebben een behoorlijke intensieve sessie met elkaar, een uur en een kwartier. Wij uh, willen eigenlijk gewoon heel veel informatie proberen te delen met jullie. Uh, zoveel mogelijk op dingen in te gaan en daarom ook het verzoek, uh, want ik wil het zo interactief mogelijk uh, houden. Om uh, zoveel mogelijk vragen, uh, opmerkingen, die, dingen die je graag kwijt wil. Ja in de chat uh, te zetten, zodat we dat kunnen behandelen tijdens deze, deze sessie. Ik ga iedereen ook een beetje heel veel plezier uh, toewensen. Uh, to uh, aan tafel uh, twee mensen, Reinier uh, Koppelaar uh, en Niels Hanskamp. Mijn naam is Marco Maréchal en we gaan van start. Uh, en laat ik laat eigenlijk eventjes snel beginnen met een hele snelle vraag aan uh, Reinier... Vanochtend hoorde ik op de radio dat uh, het CBS heeft net gepubliceerd... 220 euro, zeg maar, um, iets minder aan energie- en gasprijzen uh, per huishouden. Dus dat is eigenlijk gewoon goed nieuws. Uh, zijn er zijn eigenlijk twee redenen voor. Er zijn verschillende redenen, maar er zijn twee redenen voor. Aan de ene kant omdat mensen een, uh, een gaat uh, uh, kouder zetten, hun verwarming ook. En aan de andere kant ook het feit dat mensen korter douchen. Uh, wat doen jullie thuis? Ah, ja. Uh, ja hetzelfde eigenlijk dus uh, wij, gaan, wij hebben de verwarming eigenlijk op 18 yeah. en uh, er liggen wat meer dekens op de bank yeah. waar uh, met name als uh, dochter lief uh, Netflix wil kijken dan, uh, dan trekt ze gewoon lekker een dekentje over zich heen. Ja. En het uh, korte douchen deden we eigenlijk altijd wel. Ooit heeft mijn zoon een, uh, een draaibare zandloper in de douche opgehangen. Voor <laughs> de, de discipline. Ja, ja. ja. ja precies. <laughs> ja, dat iedereen zich ja. ging, uh, ja. ging houden. Ja, en dat bericht, uh, daar wil ik nog iets over zeggen. Uh, ja. Het is echt goed nieuws en positief. Ik denk dat iedereen wel even blij is uh, hiermee. Er ja. uh, stond ook in het bericht dat de energieprijs toch nog gemiddeld hoger blijft... dan dat die was voor, ja. uh, laten we zeggen, 2021. Ja. En dat is ook wel goed om in ons achterhoofd te houden. Ook voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. waren de prijzen al aan het stijgen. En ik denk dat het ook wel goed is om daarmee rekening te houden in de toekomst. Het wordt niet meer zoals het was. met goedkope, alomtegenwoordige en energie. Ja. We gaan wel tijden tegemoet waarin het anders wordt. En waarin we ook de prijs gaan betalen voor de uitstoot die eraan verbonden is. Ja, wat dat betreft zijn het inderdaad andere tijden aan het, aan het worden. Um... Dankjewel. Zometeen uh, uh, meer met, uh, met Rainier. Een uh, paar goede ingewikkelde vragen. Dus als je een vraag hebt voor de plaatsvervangend directeur, uh, stel ze even via de, via de chat. Uh, het is een vol programma. Uh, als eerste komt er een toelichting uh, op de WCW door onze uh, jurist Idrike Hasper. Gevolgd door uh, het thema duurzaamheid, uh, waar we op in gaan uh, zetten uh, door Lex Bosselaar. Uh, marktordening en tariefregulering door Femke Heijnen. Uh, en uiteindelijk flankerend beleid, zoals we het maar eventjes hebben genoemd. wat ingaat op financiën en de organisatie, door Ruben van der Belt. Uh, en daarna komt iedereen weer terug, dus dat is mooi, hoop ik. Uh, om het gesprek met elkaar aan tafel uh, te voeren. Dus een behoorlijk uh, vol programma. Uh, Niels, even een korte introductie van jezelf. Ja, nou, ik ben Niels Hanskamp van de VNG. Uh, sinds het Klimaatakkoord hebben we een gesprek met ESTK en af en toe ook met BESTK over uh, de warmte, of de collectieve warmte. Dat een grote aandeel gaat krijgen in de energievoorziening in de bestaande omgeving. 500.000 wijk is doelstelling in 2030 en twee, rond 2,4 miljoen in 2050. Maar dat betekent nogal wat. En in het Klimaatakkoord hebben we ook afgesproken dat gemeenten de regiefunctie hebben in de wijkenpak. Dus ja. zorgen dat bewoners van aardgas, waar we net over de energierekening hadden. ...naar een betaalbaar alternatief gaan en een duurzaam alternatief... ...en dat is dan collectieve warmte. Ja, precies. En die gesprekken hebben wij de afgelopen vier, vijf jaar constructief uh, gevoerd. En nu ja. ligt een mooi wetsvoorstel en dat moeten we door de kamers gaan krijgen. Ja, precies. Uh, bijzondere rol, zeker ook omdat je behoorlijke tijd uh, uh, werkt er al aan hè, vanuit uh, VNG. Een bijzondere rol heb je hier ook aan, uh, aan tafel. Uh, uh, namelijk het in de gaten houden van de chats, ja. uh, mm. de reacties die binnenkomen, uh, om daarop te reageren van collega gemeentes, maar ook andere overheidsorganisaties, zoals de provincies, uh, die ook aangesloten zijn in het, uh, in het geheel. Uh, zullen we even kijken of de poll uh, werkt met een uh, pollvraag? Ja. Uh, eerst... Wat is de eerste eerst vraag? eerste pollvraag. Uh, heb je de vorige uitzending gezien van 6 juli 2023, waar we ingingen op de WCW? Dus een, voor de zomer hebben we een uh, uitzending gehad, ook op deze plek. Um, ja, 7%. Nee, 93%. Dus veel mensen die voor het eerst uh, een webinar volgen, misschien dit webinar. En we hebben een tweede vraag, een totaal andere vraag. Heb je nog carnaval gevierd? <laughs> uh, ja, zegt 21%. Nee, zegt 78%. Okay. Heb jij nog carnaval gevierd, Marco? Uh, ik kom wel uit een bos, dus ik zou eigenlijk Carnaval uh, uh, moeten vieren. Uh, maar ik heb het niet gedaan. Uh, want we waren bezig met de voorbereiding van deze, van deze sessie in het, uh, in het geheel. Uh, René, even terug naar, uh, naar jou. Um, als je, wat heb je zelf met de warmte-transitie? Hoe, hoe zie je dat? Ja, Allereerst wel even heel fijn om te horen dat de belangstelling is toegenomen voor de WCW. Ja, precies. Zo <laughs> leg ik hem maar even uit. Ja. Um, nou ja, kijk, wat nieuws al schetste, de afspraken zijn begonnen in 2019, het Klimaatakkoord. De huidige coalitie heeft daar nog een schepje bovenop gedaan, ook in het licht van nou, geopolitieke ontwikkelingen en wat er in Europa is afgesproken. En als je dan als onderdeel daarvan de transitie in de gebouwde omgeving neemt, dan, dan zeggen we altijd, er zijn eigenlijk drie sporen. Eigenlijk ja. twee dominante sporen. Het eerste is de all-electric-spoor. Uh, dat is vooral voor nieuwere woningen, goed geïsoleerde woningen. Uh, en de tweede spoor is, uh, is collectieve warmte, dus warmtenetten met allerlei verschillende bronnen. Dat is best een complexe opgave. En het derde spoor noem ik nog even, omdat dat ook uh, uh, soelaas kan bieden voor de wat moeilijker bereikbare en moeilijker te isoleren en, uh, woningen, die je ook niet makkelijk op een warmte kunt aansluiten, dat is dat er nog groen gas is. Het is ja. best een schaarse optie, dus ik, ik adverteer hem liever niet uh, te nadrukkelijk. Maar goed, vandaag hebben we het dus over die, dat tweede spoor, die, die collectieve warmte, ja. het, uh, uh, het inregelen van, van warmtenetten. Het is uh, nu nog vrij klein, hè? Iets, uh, iets van uh, 6, 7 procent van de huishoudens en dat zal misschien wel een derde gaan worden. Dat is echt een hele grote, hele grote opgave. Iets wat we ook in Nederland misschien een beetje uh, verleerd zijn om te doen. Dus vanuit de Rijksoverheid is het denk ik het heel belangrijk dat het speelveld klopt. Ja. Nou, daar is die wet voor. Oké. Okay. Die wet biedt denk ik de juiste kaders. Welke rol heeft de gemeente? Welke rol heeft het warmtebedrijf? Hoe moet het uh, eigendom geregeld zijn van het warmtebedrijf? Hoe gaan we de tarieven reguleren, ja. hoe doen we het met de duurzaamheid? Al die vraagstukken die vandaag aan de orde komen. Ja. Ik vind het heel erg goed om te horen dat zoveel mensen vandaag ook uh, meedoen in dit webinar. Want ja, ik ben de voorbereiding nou, eigenlijk al gestart, uh, hopelijk ook is, weet ik ook, op veel plekken bij ja. de gemeentes en provincies. Maar die voorbereiding is ontzettend belangrijk, omdat het gewoon een echt complexe uh, materie is. Uh, de wet is één ding. Uh, deze wet is één ding. Er zijn ook nog wel wat, wat, wat instrumenten eromheen. Neem de WGIW, hè, de wet gemeentelijke instrumenten uh, ja. voor warmte. Die staat binnenkort geagendeerd in de Tweede Kamer. Gaat eigenlijk over de bevoegdheid van de gemeente om wijken van het gas te halen. Uh, dan heb je natuurlijk ook de financiële uh, steunblokken. Want die warmteketen, je hebt de bron, je hebt de netten. Je hebt uh, uh, veranderingen aan het, pand, in, in, aan het pand en in het pand, zou ik maar zeggen. En voor al die verschillende stukken hebben we financiële instrumenten of al klaarstaan, zoals de SDE++ en de WIS-regeling... en de ISDE, SAH, VVWE, of nog nou ja, verder in, in, in ontwikkeling. De belangrijkste staan er nu eigenlijk. Dat is ook wel anders dan een paar jaar geleden, denk ik. Um, nou ja, en uh, ik denk dat het nu ook... Het derde vraagstuk is eigenlijk hoe sturen we... Uh, wie gaat het allemaal doen? Dus het opbouwen van de publieke realisatiekracht. Dus het oprichten eigenlijk van de publieke warmtebedrijven. Dus dat is uh, 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 eigenlijk de opgave rondom deze wet. Ja. Terug naar de wet, want vandaag gaat het vooral over de, de, de wet. Ja. Uh, wat ik er denk ik nog over wil zeggen, is, staat ook op het scherm. Hè? Dus de, ja. hoe, hoe ziet, het proces, de, hoe ziet de planning uh, ja. er nou uit? We hebben inderdaad een behoorlijk intensieve aanloop gehad uh, in het gesprek tussen de, uh, de Rijksoverheid, de gemeente en ook uh, de warmtebedrijven. Uh, daar, daar, daar zal nog wel meer over aan bod komen, denk ik, als het gaat over de marktordening. Uh, maar intussen ligt het er gewoon. Daar zijn we echt heel trots op. Ik ben ook heel trots op alle mensen die hier straks voor de camera verschijnen om delen van de wet uit te leggen. Die hebben echt ontzettend goed werk geleverd en heel hard getrokken. Vaak ook geholpen door de intensieve interactie met de stakeholders. Dus ook daar zijn we heel blij mee dat mensen zo betrokken zijn geweest en hun inzichten hebben gedeeld. Nu ligt het er. Het ligt bij de Raad van State sinds ja. november. Uh, we verwachten dat de Raad van State adviseert zo eind maart. Dat is althans wat ze ons nu uh, aangeven. Dan gaan we kijken hoe ingrijpend dat advies is. En dan hopen we eigenlijk door te kunnen... met het onderliggende stuk regelgeving... het besluit collectieve warmte. Ja. Dat gaat dan in april in consultatie. Uh, dat komt dan zo rond de zomer ook weer... Uh, kan, kan een stap verder. En we hopen ook dat voor de zomer... nou ja, uh, misschien moet ik zeggen rond de zomer... Uh, het wetsvoorstel naar de Kamer kan. Ja. Uh, ja, en dan is het in de handen van, het, van de Tweede Kamer. Wellicht ook onder het gesteente van de nieuwe coalitie. Dat moeten we afwachten. Overigens goed om op te merken dat... <laughs> Het wetsvoorstel niet controversieel is verklaard. Even min als de WGIW. Dat is echt goed nieuws. Yeah. Dus ik, ja, we hebben toch een lichte hoop dat wat er ook gebeurt met de nieuwe coalitie, dat de warmtetransitie transitie ja, toch zo onomstreden uh, 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 wordt beschouwd uh, en zo belangrijk wordt beschouwd dat die door kan gaan. In welke politieke kleur het ook uh, uh, heeft, het nieuwe kabinet. Nou ja, en dan is het aan, de, aan het parlement aan zet in het najaar. Ja. En okay. dan ergens in 2025 hopen dat die in werking kan treden. Zeker. Ja, super. Ja. Veel te vertellen. Dank je wel, uh, Reinier, voor, uh, voor je komst. We gaan door naar het volgende blok, want er is nog enorm veel te uh, ja. vertellen. Veel veel succes. Uh, dank je wel en dank je wel voor je komst. Zometeen met Idika Gaspar een toelichting op de wet Collectief Verwarmd. Ineke, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. Uh, laten we gelijk eventjes een, uh, een vraag aan het uh, publiek uh, stellen. Wat is de vraag, Niels? De vraag is, heb je de wetteksten gelezen? Een hele mooie spannend. vraag. Ja. En, uh, ik hoop dat ze veel tijd hebben genomen, want het was me, natuurlijk nogal wat. De wetteksten plus mijn mooie toelichting. Ja. Um, de uitslag die nu binnenkomt. Uh, 22% zegt ja en 78% zegt uh, nee. Dat verschilt nog een beetje, maar het hangt een beetje op uh, een kwart jaar en drie kwart nee. Nee. Het wordt wel gelezen, Ideke. Ja, Jazeker. Nou, dat is heel goed om ja, te horen. Fijn. Ja. 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 Dus uh, ja, um, nou ja, ik denk ook dat uh, deze toelichting hopelijk een goede inleiding is op, uh, op het systeem van, uh, van de wet. En ja. dat dat mensen ook gaat helpen bij het begrijpen van het wetsvoorstel. Ja, ja, ja precies. Hebben we hebben een sheet voorbereid. Um... Kintje, marktordening, marktoordening, reguleren, verduurzaming. Vertel. Ja, um, dit onderdeel, uh, dan proberen we een soort overzicht te geven van uh, wat het wetsvoorstel regelt. Ja. En ook uh, vergeleken met de huidige warmtewet. Mm -hmm. uh, de huidige warmtewet dat bevat vooral consumentenbeschermingsbepalingen. En wij regelen echt uh, aanvullend een heel aantal belangrijke andere onderdelen. Ja. En het eerste onderdeel is de marktoordening. Ja. En uh, nou ja, de marktordening bepaalt uh, nou ja, waar en wanneer uh, er een collectieve warmtevoorziening komt. En ook wie dan die collectieve warmtevoorziening kan exploiteren. Ja. Uh, we onderscheiden drie soorten systemen. We hebben de collectieve warmtevoorzieningen. Dus dat zijn eigenlijk nu de lokale distributienetten worden die wel vaak genoemd. Ja. Uh, dan hebben we de kleine collectieve warmtesystemen. Dat is tot 1500 verbruikers. Dus dan moet je denken aan een, uh, een, een flatgebouw met een WKO-systeem, bijvoorbeeld. En dan tenslotte hebben we nog de regionale transportnetten. Uh, dus dan, dan, dat gaat bijvoorbeeld over de warmtelink. Hè. De warmtelink die. Uh, uh, zorgt dat de restwarmte vanuit de haven van Rotterdam naar uh, nou ja, West-Nederland uh, gebracht wordt. Dus ja, dat zijn de dat... echte grote systemen. Precies. Ja, dat is fijn. Ja. En uitgangspunt daarbij is dat de gemeente de regierol heeft. Ja. Uh, dus de gemeente die stelt bijvoorbeeld een warmtekavel vast. Dat is dan zo'n gebied waar mogelijk collectieve warmte komt. En die gaat dan ook uh, op zoek naar een warmtebedrijf daarvoor. En wijst dan ook dat warmtebedrijf aan. Dus het is alleen de regionale transportnetten die ja. worden door de minister aangewezen. Want dat zijn ja. hele grote systemen. En dat is ook boven gemeentelijke systemen zijn dat. Uh, dus dan ligt het, lag het meer in de reden dat de minister dat zou doen. Oké. Okay. Ja. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Dus Precies. daar gaat zometeen mijn, uh, mijn collega Femke Heijnen ook verder op ja. in. Uh, een belangrijk tweede onderdeel is de tariefregulering. Ja. Uh, op dit moment heb je de gasreferentie in de warmtewet zitten mm -hmm. en die wordt geschrapt en in plaats daarvan gaan we toewerken naar een meer kostengebaseerde tariefreguleringssysteem per warmtekavel. Okay. En dat zal in fases zal dat uitgevoerd gaan worden. Ja. Dus dat is de hoofdlijn van de tariefregulering. Uh, dan hebben we nog het onderwerp verduurzaming. Uh, het is de bedoeling dat warmtebedrijven stapsgewijs zich gaan houden aan allerlei CO2- uh, of duurzaamheidsuitstoot. Uh, zoals je dat zegt, ja. En uh, dat kunnen ze natuurlijk niet in één keer doen. Nee. Uh, dus daar zal een soort, uh, nou ja, sta, uh, zullen stappen opgenomen worden in de, in de regelgeving waar warmtebedrijven zich aan moeten houden. Uh, en ook op dit punt uh, hebben we ook nog het onderwerp restwarmte. Dus er komt een verplichting voor producenten van restwarmte om die restwarmte te leveren aan warmtebedrijven als ze, dat, als ze daarom vragen. Ja, ja. Um, een ander onderwerp is de leveringszekerheid. Ja. De, in de huidige Warmtewet zitten al een aantal bepalingen in die de leveringszekerheid borgen. Alleen wij vinden dat dat toch beter kan. Um, en daar zitten een aantal aanvullende. Bepalingen in. En um, de bedoeling is dat gedurende de hele rit, dus bijvoorbeeld bij het vaststellen van het warmtekavel, dat er al getoetst wordt op leveringszekerheid. Mm -hmm. Bij de aanwijzing van het warmtedrijf wordt getoetst op de leveringszekerheid. Is een warmtedrijf aan de slag, dan ja. zal er een rapportages overlegd moeten worden aan de ACM, zodat nou, de kans dat er uh, leveringszekerheidsproblemen ontstaan zo klein mogelijk zijn. Ja. Ja, er zitten ook wat overige componenten in. Uh, Zo dadelijk misschien nog een vraag vanuit, uh, vanuit de kijkers. Uh, voor uh, voor ieder uh, Consumentenbescherming. Zit er ook in, toch? Ja, ja. dus we hebben uh, zoveel mogelijk aangesloten bij de uh, regelgeving in de huidige Warmtewet. Maar we hebben wel geconstateerd, wij moeten daar echt een, uh, een, een slag moeten. Overslaan. Ja. En we hebben gekeken naar de energiewet, die ligt op dit moment in de, in de Tweede Kamer. En we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de consumentenbescherming in lijn daarmee te brengen, zodat uh, nou ja, ook de warmteafnemers op dezelfde manier beschermd worden als de, de, de afnemers van, uh, van gas bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is een, uh, denk ik toch een grote moderniseringslag in, uh, in, in het wetsvoorstel. Ja. ja, precies. En dan hebben we nog het laatste onderwerp, en dat ja. is het overgangsrecht. Ja. Daar is, ik zag ook al in de chat dat daar ook wel aardig wat vragen over gesteld zijn. Dus misschien kunnen we daar later in het programma nog op een aantal vragen ja, ja. ingaan. Ja. Maar ik kan nu alvast even de hoofdlijnen ja, aangeven. In, dan kijken we daar even voor. Uh, dus we hebben nu natuurlijk een groot aantal bestaande warmtebedrijven. Ja. En sommige hebben bijvoorbeeld een concessieovereenkomst met de gemeente. Uh, gesloten. En het is de bedoeling dat op basis van die concessieovereenkomst er een gebied wordt vastgesteld, dat is dan ook een warmtekavel, waar die warmtebedrijven dan ook een aanwijzing voor krijgen. Um, en met die aanwijzing vallen ze dan onder het regime uh, van, van dit wetsvoorstel. Ja. En dan kan ik nu alvast al wel zeggen van, uh, dat ook de bestaande warmtebedrijven, ook binnen het warmtekavel, uh, mogelijkheden hebben om uh, uit te breiden. Maar ook buiten het warmtekavel. Zo krijgt de gemeente bijvoorbeeld de mogelijkheid om een warmtekavel te vergroten. Um, en ja, dat is ook op die manier proberen wij ook de lopende investeringen zoveel mogelijk uh, doorgang te laten vinden. Ja, ja precies. Uh, lijkt me heel goed. Misschien heel kort iets over overgangsrecht, als dat nog kan in de tijd. Was er een vragen over nieuws? Uh, nee, er is geen vraag over het overgangsrecht. Wel een andere vraag. Okay. Want we hebben het heel erg over het wetsvoorstel. Er komen ook ANVB's uh, bij het wetsvoorstel. En de vraag is: wanneer komen die beschikbaar en hoe gaat dat proces? Is daar nog consultatie of hoe gaat dat allemaal precies in zijn werk? Ja, we zijn op dit moment bezig om de ANVB op te stellen. Hm. En het is de bedoeling dat uh, dat ontwerp. Dat we daar uh, dat we dat gaan uh, internet consulteren, zoals ja. we dat altijd in noemen. April, toch? En dat zal dus inderdaad in april zijn. Dus dan kan iedereen, dus dat komt gewoon op het internet te staan, en dan kan iedereen daar uh, zijn reactie op geven. Ja. En wij zullen dan die reacties zullen we weer meenemen bij het, uh, nou ja, bij het aanpassen van, uh, van de AMVB... Um, en op die manier worden, uh, ja, worden dan dus ook de opmerkingen meegenomen. Ja, super. Oké. Okay. Mag ik daar nog wat over vragen? Ja. Want gaat dat dan als één pakket naar de Kamers toe, de wetsvoorstel en de ANVB's? Uh, het wetsvoorstel, nee, dat gaat, de, de ANVB gaat niet naar de Kamer toe. Of er zit wel een, een mogelijke voorhangprocedure in, maar in principe gaat de ANVB niet naar de Kamer toe. Um, ja, dat, dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Dank je wel. Dank wel, voor deze, voor deze toelichting. Mocht u nou wel een vraag hebben overgangsrecht, is aan het einde uh, een gesprek met al mijn uh, collega's, om het zo maar even te noemen, inclusief Ideke. Dus dan zou je die vraag alsnog kunnen, kunnen stellen. Dankjewel. We gaan over naar het volgende uh, blok dat ingaat op uh, duurzaamheid met Lex Bosselaar. Duurzaamheid. Lex, welkom uh, namens de RVO. Uh, maar ook een behoorlijke input uh, vanuit je expertise, ook uh, met, uh, met de wet en met de verschillende AVB's. Uh, dus dat is, uh, is super fijn. Uh, laten we heel even snel gaan naar de volgende sheet. Zou je een toelichting willen geven op de duurzaamheid? Ja, zeker. Uh, de, de wet tot nu toe ging vooral over consumentenbescherming. De, ja, voor de lange termijn is het belangrijk dat die warmtenetten ook uh, duurzaam zijn. Dus in deze WCW is een heel stuk opgenomen over de, de duurzaamheid van de warmtenetten. Uh, duurzaamheid wordt dan uitgedrukt in CO2, broeikasgasemissie of uh, CO2-equivalenten. En uh, er zit een norm in voor 2030. Ja. Die, stij, die daalt vanaf nu tot aan 2030. En er zit een perspectief in dat het in 2050 nul moet zijn. Ja. <laughs> ik dacht dat je een vraag ging stellen. Maar... <laughs> nog, niet, <laughs> nog, niet. nog niet, misschien. Oké, okay, ik misschien... ga gewoon verder. Goeie, uh, goeie, goed, dus als je een vraag hebt over dit punt, kan je nu stellen. Ga door. Ja. Ja. Het uh, is natuurlijk heel leuk om uh, normen te stellen, maar ja. Ja, dan moet je ook iets hebben om uh, die norm af te dwingen. En daarvoor zit in deze wet, zie je, uh, een, uh, de mogelijkheid voor de ACM, de toezichthouder. Om een uh, boete, uh, te, uh, boete op te leggen. of een last onder dwangsom. Dat kan dan na een jaar. als ze niet voldoet. En uh, na vijf jaar kunnen ze zelfs de vergunning intrekken. Uh, dat zullen ze niet zo snel doen. Maar ja, je moet wel zorgen dat de mogelijkheden in de wet zitten. Ja, lekkere stoklex. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, maar er, er moet ook echt wel wat, wat in zitten. En ja. uh, er zitten ook wel. en daar kom ik zo op, de ontheffingsmogelijkheden. Maar het is goed om ook even. Te zeggen wat, wat is dan de rol van de gemeente? Ja, maar die precies. zit vooral bij de, de kavelplannen. He, als bij uh, het globaal of het uitgewerkt kavelplan mm -hmm. moet de gemeente ook kijken of die duurzaamheidsnormen gehaald kunnen worden. He, dus ook, ook daar uh, is een van de criteria waar ze op, op, toe, op uh, moeten toetsen. Yeah. Um, en vervolgens uh, is natuurlijk ook de vraag of een warmtebedrijf dat ook echt gaat doen. Dus de warmtebedrijf moet ook investeringsplannen. Maken. En die worden ook voorgelegd, niet alleen aan de ACM, maar ook aan de gemeente. Dus daar kan je ook zien, ze zeggen dit wel, maar gaan ze ook echt die investeringen doen? Uh, die ontheffingsgronden is denk ik wel belangrijk. Er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden dat er tijdelijk door een calamiteit uh, zeg maar een overmacht is. Nou, dan kan de ACM ontheffing verlenen en krijg je geen boete. Uh, wat wij ook verwachten is dat een aantal duurzame projecten enige tijd nodig hebben om. Uh, uh, om zover te komen. Uh, en dat, mag, dat kan dan ook. Hè? Dus dat je zegt van één, nou, twee jaar. Uh, kan je met een hulpketel werken. totdat de geotumiebron uh, draait. Uh, ander punt is dat die uh, informatie over de duurzaamheid. wordt nu vrijwillig uh, geleverd door de warmtebedrijven. Nou, ja. Dat wordt ook verplicht. Er komt gewoon een warmteetiket op de factuur. zodat alle bewoners in ieder geval weten. wat uh, de duurzaamheid van een warmte is. En. Een ander onderdeel, maar dat zit weer in een heel ander deel van de wet. Dat is het ophaalrecht voor restwarmte. Dat maakt het mogelijk dat warmtebedrijven bij een, uh, een, uh, ja, een industrie die restwarmte heeft kunnen aankloppen en zeggen: ik wil die restwarmte hebben. En dan moet de industrie dat beschikbaar stellen. Ja. Dan nog even iets van: hoe past dit nou in het totale plaatje? Ja. Uh, nou, veel gemeenten kennen natuurlijk het uh, programma voor duurzame gebouwde omgeving, het PVGO. Er zit een heleboel in. Uh, ja, waarom? De gebouwde omgeving is een heel groot deel van ons uh, energiegebruik. Warmte is dan weer het grootste deel van wat huishoudens aan energie gebruiken. En uh, ja, hebben we hebben een doel voor uh, CO2-reductie. Nou, dat moet je dus ook vertalen naar die uh, collectieve warmte. Het is nu nog maar klein, 7 procent. Maar er is wel een, een potentieel dat een derde van de huishoudens op collectieve uh, warmte kan komen. Ja, dus dat betekent dat je ook echt uh, moet zorgen dat die collectieve warmte duurzaam is. Vandaar die duurzaamheidseisen. Ja. Het zit nu al redelijk voor elkaar. Het 40% van de warmte in de warmtenetten gemiddeld is al duurzaam. Maar dat gaan we nu dus ook per warmtenet uh, afdwingen in de, in de, in de WCW. Um, ja, en die groei naar de toekomst. Uh, ja, 2050 is het nog ver weg, maar voor 2030 uh, heeft de coalitie een, een doel opgenomen. Het staat ook in het PVGO van 500.000 nieuwe aansluitingen. Ja. En uh, ja, een grote rol voor de gemeente. Maar dat ja. is al bekend vanaf het klimaatakkoord. Ja, precies. En dat beseffen ze natuurlijk, uh, natuurlijk ook. We hebben heel even kort tijd voor een, uh, voor een vraag, mocht die er uh, zijn. Ja, uh, ik heb een paar vragen binnengekregen. Ja, eentje als je wilt. Oh, ja. eentje. Uh, ik ga er toch twee doen. Uh, hoe wordt het uh, afbouwpad van CO2 gedefinieerd? Is dat bekend? Uh, ja, de, uh, in, de, uh, zeg maar, in de internetconsultatie staat van het gaat van 30 naar 25 in 2030. En nou, aan het voornemen is om dat ook zo uh, uit te voeren. Oké. Okay. En een andere vraag. Uh, geeft de methode ook een prikkel, dus het CO2-reductiepad ook een, met, uh, een prikkel voor lage temperatuurnetten? Hoe kijk je daar <laughs> Nou, het is niet zo dat lage temperatuur uh, zeg maar een extra bonus krijgt. Het is natuurlijk wel zo, als je ja, bijvoorbeeld met een warmtepomp een lage temperatuur maakt, is je prestatie veel beter. En dat rekent zich natuurlijk meteen door in de CO2-prestatie. Uh, Precies. Dus op die manier heeft, is er een, zeker een prikkel. Plus nog het feit dat je dan ook wat minder warmteverlies hebt, wat je ook weer helpt om je doel te halen. Okay, Dank je wel. Dank je wel, Lex. Um... Je bent nog niet weg, je komt zo dadelijk terug. Maar even bedankt voor, uh, voor nu. Uh, we gaan door naar het, uh, naar het volgende blok. Uh, met Femke Heijn, dat ingaat op marktordening en tariefregulering. Een behoorlijk stevig blok is, uh, is dit. Femke, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Uh, voordat ik je zo het woord geef, want je hebt een behoorlijk uh, blok, uh, twee ja. verschillende onderwerpen. Uh, even de kijkersvraag. Wat is de kijkersvraag eigenlijk? Ik ga ik even voorlezen. Uh, bent u van plan om samen te werken met andere gemeenten bij het vaststellen van warmtekavels? Ik hoop dat Paul pol open staat. Uh, we hebben nog geen antwoorden, dus we komen daar ook terug met uh, ja. de antwoorden op ja, deze vraag. Ja, heel fijn. We zijn erg benieuwd, uh, volgens mij ook jij Femke, hoe de gemeente erin staat ja. in, de, in de samenwerking. Uh, dus laten we eventjes doorgaan terwijl we op het antwoord uh, wachten uh, naar de eerste sheet uh, en daar een toelichting op uh, geven. En volgens mij beginnen we met de marktordening. Uh, ja, kijk ja. maar ja. De regie, de ja. gemeente. Precies. Ja, de regierol van de gemeente. Hè, want dat is een belangrijke pijler in de marktordening: dat de gemeente de regie krijgt. De gemeente die bepaalt of er een collectieve warmtevoorziening komt, ja. waar die komt en uh, ook uh, welk warmtebedrijf die uh, collectieve warmtevoorziening mag aanleggen. Ja. Um, dat hebben we in de WCW op, dezelfde, op de volgende manier geregeld. Um, uh, de gemeente die kan een warmtekavel vaststellen. Ja. En een warmtekavel dat is een aaneengesloten gebied... Um, waar mogelijk een robuust collectieve warmtevoorziening kan worden gerealiseerd. Ja, dus dat kan een buurt of een wijk zijn? Of... Uh, kan zelfs een hele gemeente, kan zelfs meerdere gemeenten. Okay, he, super. Uh, afhankelijk van de lokale situatie. Ja. En uh, nou ja, voor dat warmtekabel wil je natuurlijk een warmtebedrijf, en dat is de tweede stap. Voor de gemeente. Dat is het aanwijzen van een warmtebedrijf. Ja. Um, en uh, dat warmtebedrijf, dat krijgt dan binnen dat warmtekavel het alleenrecht om uh, ja, collectieve warmte te leveren okay. uh, bij, de, bij de bewoners, bij mm -hmm. de verbruikers. Um, nou goed, er staat dus eigenlijk een soort van uh, verticale relatie met zo'n publiekrechtelijke aanwijzing ja. tussen de gemeente en uh, het warmtebedrijf. En dat is anders dan de huidige concessiemodel, uh, waarbij je dus een horizontaal... Uh, relatie hebt ja, um, ja goed. Zo'n uh, uh, constructie zien we vaker. Hè? dat zie je bijvoorbeeld ook bij de uh, netbeheerders voor gas en elektriciteit. Precies, hè? ja. Um, Oké, okay. dan iets over het eigendom van ja. het warmtebedrijf. Hè? Want welke warmtebedrijven mogen nou worden aangewezen? Um, ja, in de WCW is opgenomen dat, um, dat alleen een warmtebedrijf mag zijn met een publiek meerderheidsaandeel. Okay. En dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat meer dan 50% van de aandelen in handen zijn van een uh, publieke partij. Ja. Um, of het is een, uh, mag ook een warmtegemeenschap zijn. Ja, ik heb wel eens gehoord, um, 50% plus 1, toch? Ja, 50%, ja gewoon meer dan ja, 50% precies, van de precies. aandelen, inderdaad. Ja, ja. ja. Uh, nou ja, goed, hè? even over die keuze mm -hmm. uh, voor publiek. Uh, ja, dit zien we vaker. Hè? Dit zien we vaker bij uh, vitale infrastructuur. Uh, denk bijvoorbeeld aan drinkwater, aan spoor, aan uh, gas en elektriciteit. Uh, we vinden het belangrijk dat, uh, dat die uh, infrastructuur in publieke handen is, yeah. uh, zodat er meer regie vanuit de overheid uh, is op uh, de collectieve warmtevoorziening. Ja, uh, yeah, want als een, als een um, publieke partij aandeelhouder is. Uh, ja, heeft natuurlijk invloed op het beleid van het warmtebedrijf en we denken dat daarmee de uh, publieke belangen beter worden uh, gewaarborgd mm -hmm. he, en wat ook mee, nou goed, wat ook mee speelt, het wordt ook breed gesteund door uh, onze medeoverheden. Um, ja en die warmtegemeenschap, waarom die er nou ingekomen is, yes. uh, dat heeft te maken met de Europese richtlijn. He, okay. Daarin is bepaald dat uh, warmtegemeenschappen, uh, uh, ja. Uh, moeten kunnen uh, uh, functioneren als warmtebedrijf. Hè? Dus, dus uh, uh, warmte moeten kunnen leveren, precies. Ja. Dus uh, vandaar dat, uh, dat we deze er ook bij hebben genomen. Ja. Mag ik daar gelijk een vraag over stellen, over die warmtegemeenschap? Want er komen ook vragen over binnen ja, de chat. Natuurlijk. Um, wordt die volgens de WCW dan als publiek of privaat gezien? Uh, het, uh, het is een uh, private organisatie, hè? een warmtegemeenschap. Dat is, het is niet publiek, maar uh, toch mogen zij worden aangewezen. Wij eigenlijk worden aangewezen. Ze mogen worden aangewezen okay. als warmtebedrijven. Ja ja, 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 super. Ja. Um, ja, dan zal ik nog even ingaan op de rol van de warmtebedrijven. Ja, um, ja omdat er dus zo'n uh, verticale relatie ontstaat, he, uh, uh, heeft de gemeente de regie. Als de gemeente binnen het warmtekavel uh, uh, nou ja, uh, op bepaalde plek een collectieve warmtevoorziening wil, he, dan moet het warmtebedrijf daaraan meewerken. Mm -hmm. Um, en daar zullen zij dan, het warmtebedrijf, een voorstel voor doen in het uitgewerkte kavelplan. Ja. Uh, dat betekent dus ook dat cherrypicking niet meer mogelijk is. Hè? Dus als een warmtebedrijf eigenlijk alleen bepaalde flatgebouwen wil aansluiten. maar de gemeente ja. wil ook heel graag uh, de rijtjeshuizen in de wijk. die ernaast liggen. Precies, dan moet dus het warmtebedrijf uh, uh, ook die rijtjeshuizen, uh, ook daar collectieve warmtevoorziening voor, uh, voor regelen. Ja. Um, ja, de, het warmtebedrijf moet uh, uh, iedereen die dat wil uh, aansluiten op de collectieve warmtevoorziening als mm hij -hmm. er ligt. Um, en gebouweigenaren hebben ook het recht om daar geen gebruik van te maken. Mm -hmm. ja, dus zij kunnen gebruik maken van de opt-out mogelijkheid ja. en kiezen dan voor een individuele oplossing. Ja. Um, nou ja, verder een belangrijke taak is natuurlijk de betrouwbare levering van warmte. Ja, dat is een, wel fijn. Uh, nou ja, goed, een warmtebedrijf is verantwo integraal verantwoordelijk. Ja. He, dus van de productie tot en met de levering. Ja, um, ja en er staan ook allerlei uh, wettelijke taken en verplichtingen in de wet... waar een warmtebedrijf uh, aan moet voldoen. Oké. Okay. Mag je even wat vragen over die je op de hout? Want uh, je gaf net aan, je hoeft niet aan te sluiten op een warmtenet als individuele bewoner. Uh, maar heb je dan nog bepaalde verplichtingen, verplichtingen die daarbij komen? Of mag je gewoon bedanken voor warmte en op kolen gaan stoken. Uh, ja, die, nou ja, goed, die op het oude, hele op de regeling uit, uh, uitleggen gaat nu nee, misschien nee. Uh, wat ver. Maar het komt erop neer dat als jij uh, wilt op de auto, moet je dat actief aangeven. He, en dan uh, uh, mag jij er kosteloos van afzien. En als jij niks uh, uh, van je laat horen, dan krijg je gewoon een aansluiting op het warmtenet. Uh, als tenminste het gas uitgefaseerd wordt. He, want uh, we willen niet dat mensen nee. niet opletten uh, op en dan opeens helemaal niks hebben. Als nee, uh, warmte de collectieve uh, voorziening in de wijk wordt. Dus, uh. Nee, ik kan me voorstellen. Voordat we overgaan naar tariefregulering, wat was ja. het volgende blok in het geheel? Hadden we een uitslag van de pol of niet? Ja, ik de Over de samenwerking? Ja, ja. Dus uh, bent u van plan samen te werken met uh, andere gemeenten bij het vaststellen van het warmtafel? Uh, ja, zegt 54 Nee, zegt 46 procent. Wauw. 50-50. Ja, wow. <laughs> 50 /50. ja. Nee, dat had ik niet verwacht. Nee. Maar ik vind het uh, heel positief. Ja, super. Okay. Dank je wel voor het invullen ja. van, uh, van deze poll. Tariefregulering. tariefregulering. Even het volgende onderwerp. Ja, laat ik er snel naar overgaan. Ja, tariefregulering. Uh, op dit moment hebben we het niet meer dan anders principe. Hè? Mensen betalen niet meer voor warmte... Mm. dan wat een gemiddeld huishouden voor gas betaalt. Um, ja, daar willen we vanaf. Uh, en dat heeft ermee te maken dat die gasprijs natuurlijk niks... Nou, of weinig te maken heeft met de kosten van een warmtebedrijf... Um, en ook door de verbruikers wordt het ook niet meer als echt als eerlijk ervaren, zeker niet nu de gasprijzen natuurlijk zo gestegen zijn de afgelopen ja. jaren. He, dus we willen naar meer kostengebaseerde tariefregulering. Um, Alleen dat gaan we gefaseerd doen. Mm -hmm. Dat kan niet van het een op het andere moment. En dat heeft ermee te maken dat um, uh, de ACM die die tarieven gaat vaststellen, yeah. uh, die moet uh, heel goed inzicht krijgen in de kosten van een collectieve warmtevoorziening. Dus mm -hmm. die moet informatie hebben van de warmtebedrijven. Die warmtebedrijven, die, uh, uh, ja, dat moet natuurlijk ook op uniforme wijze worden uh, aangeleverd. Yeah. En uh, daarvoor uh, is het ook nodig dat warmtebedrijven allemaal op dezelfde wijze hun boekhouding inrichten en dan op dezelfde wijze die informatie aan de ACM verstrekken. Nou, daar gaan gewoon een aantal jaren overheen. Mm -hmm. hè? Op dit moment heeft de ACM dat inzicht in die kosten uh, nog niet. Nee. Dus we gaan het gefaseerd doen in drie fasen. <tie> Oké. Okay. Ik zal even ingaan op die fase. Ik zie het. Ja. Uh, de eerste fase, ja, dat is. Eigenlijk nog de gasreferentie. Ja. Uh, alleen dan gaan we daar wel een correctie op uitvoeren. Hè. De verhogingen van de belast, uh, energiebelasting... willen we dan niet meer meenemen in, uh, uh, in de maximumprijs voor warmte. Um, ja, we verwachten dat die fase nou ja, ongeveer twee jaar gaat duren... Mm -hmm. Zodra de WCW in werking treedt, zal de ACM uh, nou ja, flink aan de slag gaan... met het uh, aanleggen van datasets, hè, met het uh, verzamelen van informatie van de warmtebedrijven. Ja. En dan hopen we dat er na twee jaar overgestapt kan worden op fase 2. Uh, fase 2 houdt in dat, er, uh, dat de ACM tariefformules gaat vaststellen... Ja. Uh, voor de leveringstarieven. Okay, zeg formules. Formules. Ja. ja, dat houdt dus in dat het warmtebedrijf. Uh, die kan dan met die formules. zijn eigen uh, maximumprijs per warmtekavel uh, uitrekenen. Oké. Okay. Nou, die formules. die zullen. Uh, uh, deels zal dat gewoon de werkelijke kosten zijn. Hè, die ze kunnen invullen. Maar dat zullen ook genormeerde uh, uh, bedragen zijn. Mm -hmm. hè, zodat er ook een soort van efficiëntieprikkel zit in die uh, tariefformules. Um, nou ja, goed. De verwachting is dat die tariefformules in de loop der jaren steeds meer uh, worden verfijnd. Ja. En uh, dat we dan uiteindelijk na nou ja, Verwachting zeven, acht jaar over kunnen stappen op de uh, derde fase van de tariefregulering en dat uh, uh, nou ja, is de meest verfijnde vorm. Dan gaat de ACM die gaat dan de uh, toegestane inkomsten vaststellen per warmtekavel. Ja. en dan mag het warmtebedrijf die kan dan uh, met die uh, uh, toegestane inkomsten dan een tariefvoorstel doen specifiek voor dat warmtekavel. Ja. Maar goed, dat is dus iets wat voorlopig nog uh, niet aan de hand is. Uh, nee. uh, dat gaat nog een uh, jaar of zeven. Acht duren. Ja. Behoorlijke brokwerk uh, verzet op deze manier, uh, ja. Femke. Ja. Uh, ook met je collega's. We hebben tijd voor één vraag. Eén vraag, oké. Okay. Um, gaat even over wat zijn jullie als uh, potentiële partij om in het warmtebedrijf te stappen? Wat zijn wie, wie zien jullie als potentiële partij om in het warmtebedrijf te stappen? Want gaan het, het meerderheidsbelang, 50% plus één publiek? Ja. En wie hebben jullie op het oog? Ja. Uh, nou ja, dat kunnen uh, gemeentelijke warmtebedrijven zijn of samenwerkingsvormen. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat er regionale samenwerkingsvorm, publieke samenwerkingsvormen ontstaan. Uh, het kan natuurlijk ook een publiek-private uh, samenwerking zijn. Hè. Ook private partijen kunnen natuurlijk als minderheidsaandeelhouder deelnemen aan zo'n warmtebedrijf. Uh, we hebben in de WCW de rol van de netwerkbedrijven uitgebreid, zodat zij ook kunnen worden aangewezen als uh, integraal uh, verantwoordelijk. Uh, warmtebedrijf. Um, ja, dus en misschien komt er nog een uh, staatsdeelneming. Uh, dat is nu nog niet uh, bekend. Hè? Ja. Maar uh, dat zal wellicht ook nog kunnen, in de, dat zij dan ook onderdeel uitmaken van, uh, van zo'n warmtebedrijf. Ja. Okay. ja, super. En daarmee heb je altijd het voorzetje uh, gegeven. Dankjewel Femke uh, voor, deze, voor deze toelichting. Uh, voor het volgende onderwerp. Uh, flankerend beleid. Uh, met Ruben van der Belt. Dankjewel. Fink. Ruben, welkom. Dank je wel. Uh, beleid. Ik vind het een. Uh, op zich vind ik het een mooi Scrabble-woord. Uh, scrabble we gaan ja. het zo hebben over financiën. Uh, volgens mij. En over mijn favoriete onderwerp. Uh, en over de organisatie. Hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen? Uh, maar misschien eerst eventjes die polvraag. Ja, zal ik de polvraag wel eens voorlezen? Graag. Want we hebben nog niet heel veel uh, uh, antwoorden. Maar ik zou zelfs nee. vraag stellen. Ze het is van dus belang dat er een duidelijk signaal komt vanuit de Rijksoverheid op het gebied van financiële ondersteuning en organisatie. Echter, we kunnen zelf ook wat doen als overheidsorganisaties. Dat is de polvraag. Ja. Um, Moeten we even wachten? Met, uh, laten we even wachten. Laten we heel even ja, wachten. Ja, want het loopt me niet Storm. Ruben, ik uh, uh, voor... nee, kan me voorstellen dat mensen er ook even over na moeten denken. Met de achterban, wat, wat willen jullie uh, zeggen? Dan mag gerust neem daar de tijd uh, voor. Ruben, vertel. Van kerend beleid. Ja, ja, en dan denken we eigenlijk aan de opbouw van uh, publieke realisatie. Ah, we hebben die term okay. uh, ooit een keer gemunt, en uh, ja. uh, nou, die, die, is, die is gebleven. Ja. Um, en wat we daarmee bedoelen, en dat, dat, dat zit wel mooi in dat woord van flankerend beleid, is dat dat ondersteunend en stuttend is aan rollen, taken die gemeentes en provincies in het kader van en het klimaatakkoord en ook onder, uh, onder de WCW krijgen. Yep. Dus dat willen we flankeren, ondersteunen. Ja. Um, dus vandaar dat het startpunt ook altijd is, uh, wat is logisch vanuit het perspectief van de gemeente? Dus de vraag is dan ook: met wie ga je samenwerken? Mm -hmm. Ga je samenwerken? Met wie ga je samenwerken? Zijn er in jouw regio uh, uh, al logische verbanden waarmee je kunt, uh, kunt samenwerken? Ja. Werkt je al intensief samen in een, in een, uh, in een afvalbedrijf? Of mm -hmm. ligt het meer voor de hand om dat uh, nou, op het niveau van de netbeheerder te, te bekijken? Uh, en dat, daar zit ook gewoon een enorm verschil in. Sommige regio's die zijn al ontzettend ver. En we hebben natuurlijk ook al uh, warmtebedrijven die in een specifieke gemeente actief zijn. Ja. Nou, vandaar dat we willen kijken hoe kunnen we die beweging nou ondersteunen. Uh, en daar hebben we twee instrumenten uh, voor, omdat we ook twee grote knelpunten zien. Ja. Uh, financieel is natuurlijk het, uh, nou, het is een behoorlijke investeringsopgave. Ja, we hebben het als uitrekenen: 35 miljard uh, ergens tot 2050. Uh, maar we zien ook dat je nu uh, bijna 30 of zelfs wel 50 procent eigen vermogen mee moet nemen. Ja. Nou, dat, is, dat is een behoorlijke opgave. En wij denken dat we met een, een waarborgfonds uh, voor warmtenetten, dat we daarmee het benodigde eigen vermogen terug kunnen brengen naar nou ja, ongeveer 10 procent. Uh, we ontwikkelen dat samen met uh, de BNG en de Nederlandse waterschapsbank. Uh, Doe natuurlijk ook iets met je kapitaalslasten, die zouden er ook uh, wat uh, lager van moeten worden. En je gaat dan met elkaar risico's delen, mm -hmm. in plaats van dat je dat allemaal in je eentje draagt. Ja. Dat is de ene kant. De andere kant gaat over het opbouwen van, uh, van organisaties. Um, er zijn nu een aantal publieke warmtebedrijven... maar er moeten er vooral nog een heleboel uh, bij komen. En met warmte, publieke warmtebedrijven bedoel ik dan... Uh, zoals eerder uitgelegd... Hè, dus die ja. voldoen aan dat uh, publiek meerderheidsvereisten. Uh, uh, um, uh, en wij zien ook dat daarbij ook gezocht wordt... naar hoe kan nou het Rijk ons daarin ondersteunen... als mm -hmm. aandeelhouder en ook kapitaal verstrekken, maar zeker ook nou ja, de ervaring die het Rijk heeft als aandeelhouder in allerlei andere uh, uh, takken van, uh, van de energie. Uh, dus zo hebben we gekeken naar welke rol zou zo'n nationale deelneming kunnen vervullen. Nou, ja. Inmiddels uh, hebben we daar een beeld bij en ook gekeken welke van de bestaande deelnemingen dan nu het meest voor in aanmerking komen. Nou, dat is uh, in, ons, in onze perspectief zat dat EBN. Dus onze minister heeft nu uh, van de week een brief uh, gestuurd naar EBN met de vraag: werkt nou uit uh, wat jullie nodig hebben om zo'n rol in de warmtemarkt te vervullen? Oké, okay, dat is goed nieuws, uh, in ieder geval. Want er zijn al best wel. Goede voorbeelden, hè? Groningen en uh, Enschede, Twente uh, omgeving toch op dit gebied? Ja, ne, ne, dat vind ik dus juist interessant. Hè? Dus we hebben uh, inderdaad een Groningen-Warmstad, dat ja. uh, is een, uh, uh, nou ja, een, een, een warmtebedrijf waarvoor de helft de gemeente zit, voor de ja. helft het drinkwaterbedrijf. Uh, richt zich echt op de stad Groningen. Ja. Uh, ik was inderdaad gisteren in, uh, in Twente uh, bij de aandeelhouders van, uh, van COGAS. Dat is ja. de helft van het regionale warmtebedrijf. Maar die werken dan op regionale schaal met elkaar samen. En een ander voorbeeld is natuurlijk HVC, ja. uh, die dan uh, haast in de hele provincie en uh, uh, zelfs wat meer dan dat uh, actief is. Nou ja, dus zo moet je echt, dat, dat onderstreept denk ik, de noodzaak Kijk wat in jouw gemeente en in jouw regio logisch is om, uh, om te gaan samenwerken. Ja, ja precies. Uh... Voordat we overgaan naar de resultaten van. Wat ben ik wel benieuwd uh, naar van de poll. Uh, kun je iets zeggen over het proces, uh, Ruben? Hè? Want je bent nu dingen aan het onderzoeken. Ja. Uh, en als je kijkt even naar de nabije toekomst. Uh, hoe ziet dat proces eruit? W wanneer kun je iets meer vertellen, zeg maar? Ja. Heb je daar een gevoel bij of een indruk bij? Ja, nou, dat, is, dat is een goede vraag. Kijk, dit zijn um, uh, twee uh, beleidsinstrumenten die ook yeah. een politiek-bestuurlijke afweging uh, vergen. Yeah. Uh, dus waar uh, onze minister ook wat van, uh, van moet vinden. Uh, Renier zei net: uh, de wet collectief vormt is niet controversieel verklaard. Mm -hmm. dus, dus wij werken ook gewoon wel voortvarend door. Uh, maar het is natuurlijk ook uh, nou ja, de vraag uh, in hoeverre een kabinet zich geëquipeerd voelt om daar nu een besluit over te nemen. Dus dat, dat, dat is voor ons lastig inschatten. Ja. Wij denken wel dat we in de loop van het jaar echt veel meer duidelijkheid kunnen geven over uh, uh, wat voor rol EBN zou kunnen spelen. Ja. Uh, en wat we nu ook gaan doen uh, uh, om dat waarborgfonds een beetje in de praktijk te testen. Zijn er een aantal gemeentes die zelf een garantie willen verstrekken aan, mm. een, uh, aan een warmtebedrijf? En dat, daar kijken wij mee uh, met ACM, uh, zodat we kunnen. En nagaan of uh, de voorwaarden waar wij aan denken in het kader van het wapenfonds of die in de praktijk klopt, ook werken. Klopt, ja, ja precies. Want dat is de hele tijd waar we mee bezig zijn. Het toetsen ja. van de wet in de praktijk. Ja. Uh, en waar moeten eventueel dingen aangescherpt worden. Dus ik kan me goed, uh, goed voorstellen. Ja. Uh, zou je de polvraag nog een keertje kunnen herhalen. Ja, ik hoop ik dat we ook resultaat hebben. Ja, resultaat dat iedereen gebeld met ja. een de... <laughs> ja. En um, voor rugspraak. Het is goed afgestemd. Ja. Uh, het is van belang dat er een duidelijk signaal komt... vanuit de Rijksoverheid op het gebied van financiële ondersteuning... en organisatie. Echt, we kunnen zelf ook wat doen als overheidsorganisaties. Beetje dubbele vraag, maar goed. Um, helemaal mee eens zegt 52 procent. Beetje mee eens zegt 33 procent. Beetje mee oneens 10 procent. En slechts 5 procent zegt helemaal mee oneens. Dus op zich een redelijk duidelijk... Beeld, ja zou ik zeggen ja mooi ja nou kijk maar dit is dus precies uh, ik, ik zie nou het correspondeert wel met het, uh, met de indruk die uh, die ik heb uh, ik zie veel gemeenten dus al actief dat gesprek uh, gesprek voeren ja. uh, op allerlei op allerlei plekken uh, uh, en we zien natuurlijk ook in de, in het kader van uh, van de WIS dat daar uh, Ze ook al projecten melden, uh, maar dat we um, ook vanuit interesse in de WIS, mm -hmm. ook al gemeenten en provincies langskrijgen. Die zeggen: Nou, maar wij denken erover om dit en dit te gaan doen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? aan? Dus ik vind het heel mooi dat, uh, nou ja, dat, dat we hiermee ook laten zien dat lokale warmte, die komt, dat komt echt op gemeentelijk niveau, uh, moet, dat, moet dat beginnen. Yeah. En nou, wij hopen dan dus daar snel de, nou, dat flankerend beleid naast te zetten om uh, uh, dat nog meer rugwind te geven. Yeah. Ja. Ja, We hoor nu even een nieuwe term, de WIS. Wat is de WIS? Even Sorry, voor mensen. Ja, die, ja, ja. Uh, ja. de, de Warmtenet Investeringssubsidie. <laughs> die ken ik wel, de WIS het of was, die ken ik ook, maar wat ja, is de WIS? Ja, de Warmtenet Investeringssubsidie Die is okay. vorig jaar voor het eerst opengegaan, gaat dit jaar weer open. Ja. Uh, ook als een uh, transitie-instrument om ervoor te zorgen dat nu ook uh, nou ja, warmtenet aangelegd uh, kunnen worden, zodat dus ervaring ja. opdoen, uh, maar ook om de betaalbaarheid uh, voor de eerste-generatie overstappers uh, te borgen. Ja. ja. Oké. Okay. Misschien nog even een ander puntje voordat we weer overgaan naar een kijkersvraag. Um, met name die organisatorische aspecten, Ruben, daar zit iedereen mee. Hè, ja. van, uh, of tenminste, ja, daar zit iedereen mee. In de zin van we hebben best wel veel expertise. Uh, straks, straks hè, door deze wet. Misschien gaan dingen verschuiven qua mensen, qua personeel, je wil expertise ook niet, uh, niet kwijt. Heb je daar ideeën over, gedachten? <laughs> Um, nou, ik denk dat dit in, in brede zin voor veel gemeentes een opgave is. Hè? Dus niet ja. alleen uh, bij warmte, energietransitie in brede zin, uh, woningbouw. Uh, probeer maar eens aan goed geschikt personeel te vinden ja. zeker voor de grote opgaves. Zeker. Ja. Ik denk dat dat juist ook wel pleit voor uh, uh, een goede samenwerking. Mm -hmm. uh, wat je ook ziet is dat uh, uh, nou, als je als aandeelhouders van zo'n publiek warmtebedrijf bij elkaar zit. dan zijn er altijd een aantal gemeentes die dan de juiste mensen hebben. Uh, uh, die al vaker met het beltje gehakt hebben, die dan het voortouw kunnen nemen. Eigenlijk is dat een beetje dezelfde wijze waarop je dat ook ziet bij de netbeheerders. En zo kun je ook echt een beetje op elkaar, op elkaar leunen. Ja. En kun je ook met elkaar slimme keuzes maken over de ontwikkeling van zo'n warmtenet. Ja. En ik zie ook echt wel bereidheid, ook bij bestuurders, om niet alleen het belang van de eigen gemeente te denken, ja. maar juist naar het regionale belang te kijken. Zeker als het gaat om het verdelen van, nou, van warmte die beschikbaar is. En dan komen we tot een slim tracé. Ja. Nou ja, Volgens mij is dat er precies waar uh, 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 wat er nodig is. Ja, volgens mij ook. Tijd nog voor één kijkersvraag nieuws. Oké. Okay. Nou, ik zou Mark. eerst even zeggen: we krijgen heel veel vragen. Bedankt voor jullie interesse daarvoor. Uh, stuur ze vooral op en blijf ook de komende, komende tijd uh, de website van NPOW uh, volgen. En er komen nog meer webinar's samen met Meer Verdieping. Dat wilde ik ook even gezegd hebben. Eén kijksvraag um, van Annette Hannewijk: -Han -Han We hebben een warmte net via de proeftuin aardgasvrije wijk proberen te realiseren. Dit bleek echter financieel niet haalbaar. Hoe zien jullie dit voor de toekomst wanneer cherrypicking niet meer mag? Dan wordt het financieel helemaal niet meer realiseerbaar? Ja, um, er kunnen altijd meerdere dingen aan de hand zijn. Um, dus de, wat Femke net verteld heeft over uh, kostgeprocede tariefregulering, dat moet op een gegeven moment in ieder geval over transparantie, over die business case zorgen. Is het inderdaad logisch om dat hier uh, te doen? En ontstaat er dan ook een acceptabel aanvaardbaar aanbod voor woningcorporaties en voor, uh, voor particuliere woningeigenaren? Um, uh, uh, wat het lastig is aan, uh, dus de, de, uit de PAW-wijken, is dat we daar toch vaak zien dat uh, het nou ja, daar ook gewoon moeilijk is om een warmte aan te leggen. Omdat kosten tegenvallen, omdat je een stuk verder bent in het proces. Ik zou ook nog aan, wel aanmoedigen om, om te kijken uh, wat er mogelijk is. Om, want je, je zou de WIS kunnen stapelen. Je kunt nooit subsidie krijgen voor dezelfde euro die je uitgeeft. Nee. Maar het kan wel lonen om daar nog eens het gesprek over te voeren met, uh, met RVO. Dat kan je gewoon via de website kun je in een projectidee-gesprek uh, voeren. Um, uh, uh, want we zien, we, dit is een bekend probleem. Uh, ja. Ja. Dus op die manier proberen we ook wat ruimte te geven. Oké, okay. okay. dankjewel. We gaan over naar het volgende blok. Ruben, dankjewel. Je mag blijven zitten, dus dat is fijn. Uh, we gaan over naar het volgende blok, waarin ik al mijn collega's vraag uh, om aan te schuiven uh, aan deze tafel. Stel, en dit blok wil ik heel klein beetje uh, dat het gaat over jullie. Dus stel vooral al je vragen die je, die je wil. Niels die zal een selectie maken van de vragen om die voor te leggen... zodat we dat kunnen, kunnen bespreken. Uh, alhoewel ik zelf ook nog wel één vraag uh, had... in het kader van de roze olifant in de, in de Kamer. We gaan dan door naar het volgende blok. Welkom terug bij het rondetafelgesprek. Uh, Iedereen uh, uh, is weer terug aangeschoven. Dat is altijd uh, prettig. Uh, wat ik eigenlijk wilde doen in dit blok, zoveel mogelijk vragen uh, beantwoorden die jullie gesteld hebben in de chat. Dus blijf dat vooral doen. Uh, en dan voor ons daarmee uh, mee te beginnen, wil ik eigenlijk twee dingetjes uh, doen. Uh, namelijk, Ahmed, je bent nieuw uh, en aangeschoven in dit uh, geheel. Voor de mensen die je nog niet kennen, uh, vertel, wie ben je? Wat doe je, waar kunnen mensen je op aanspreken, uh, functietitels en van welke organisatie? Uh, ik ben Achmedag Bari, ik werk voor het uh, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. En uh, binnen dat programma ben ik uh, opgave trekker warmtenetten. Samen met mijn collega's proberen we gemeentes te ondersteunen bij het realiseren van, uh, van, uh, van warmtenetten uh, in de lokale warmtetransitie. Oké. Okay. En daar is volgens mij ook een callcenter voor, toch, of niet? Nou, we hebben een helpdesk ah, uh, en accounthouders. Hè? Dus uh, ja. gemeentes kunnen al hun vragen via de helpdesk aan, hun st st aan, aan ons stellen. Ja. En uh, elke gemeente heeft ook een accounthouder toegekend gekregen om uh, eigenlijk direct in contact te staan met ons. Ja. Maak daar ook gebruik van, zou ik zeggen. Oké, okay, super. En is dat uh, 24-7? Of uh, zit je 24-7 aan de telefoon? Of, uh... Ik wil. Ik wil. Het kan allemaal online. Dus ja. uh, inderdaad, 24-7. Uh, en we proberen natuurlijk alle vragen uh, te beantwoorden. Ja. Daar waar we het niet uh, weten, proberen we ook die kennis op te halen. En wat mij betreft zijn het niet alleen vragen. Het kunnen ook gewoon uh, signalen en belemmeringen zijn waar gemeentes tegenaan lopen. Ja. Dat horen wij ook heel graag. Oké, okay, super. Dankjewel, Ahmed. Graag gedaan. Uh, en welkom in dit gegeven uh, je Dankjewel. Chemia. Uh, wat ik nog heel graag even wilde, wilde doen, eigenlijk wilde weten, is eigenlijk een vraag aan Ruben. Uh, ja, want in de laatste periode hebben we nogal wat krantenartikelen gehad die ingingen, zeg maar, op de financierbaarheid. Even om dat stuk nog eventjes af uh, te maken. Uh, onder andere, uh, je hebt net een aantal voorbeelden genoemd dat ingingen over, over uh, HVC, uh, die... En, Bijna een volledige provincie doet, uh, Groningen, uh, uh, Twente, Twens, uh, als ik het goed uh, zeg. Uh, herken, je, herken je dat sentiment van de verschillende krantenartikelen? Nou, kijk, die, die, die situaties kennen wij voordat het kantartikel kwam natuurlijk al een beetje. Ja. Het, het beeld is inderdaad wel heel erg tweeledig. Wat je, wat je daar zag, was dat het ook het zijn grote concessies die uitgegeven zijn. Ja. En zeker in zo'n fase waarin nou ja, we met een, een nieuwe wet bezig zijn, merk je dat dat gewoon onzekerheid ergens, ergens betekent. Zeker als je dan moet committeren aan zo'n groot, uh, zo groot kavel. Ja. En, en dat, is, nou, dat, dat blijkt dan moeilijk, dat snap ik. Uh, tegelijkertijd zien we in het kader van die, dus die warmte- en investeringssubsidie... maar ook mm. nieuwe warmte nu, dat er ook echt behoorlijk wat projecten doorgaan. Yeah. En ook als we weer een, nou, kijken naar een nieuwe openstelling... dat er ook echt nieuwe projecten weer, uh, weer melden. Um, maar op een gegeven moment heb je natuurlijk met elkaar wel duidelijkheid nodig... over kijk, dit is de koers en dan kun je aan de slag. Um, uh, en dan zie je inderdaad dat uh, nou, uh, partijen zoals we die net noemden... dat die uh, meters blijven maken. Yeah. Maar dat we eigenlijk allerlei uh, type warmtebedrijven wel voorbij zien komen... in het kader van de WIS en nieuwe warmte nu. Ja, verschillende varianten daarop. Ja. En het is ook een transitieperiode, dus het hoort er ook bij. Uh, dat is het natuurlijk ook. Hebben wij een vraag? We hebben zeker een vraag van Matthew Ewijk. En de vraag: gaat het plaatje van het proces van de besluitvorming op basis van de WCW en de WGIW nog iets veranderen nu de keus voor het publieke warmtebedrijf is gemaakt? Is het nog wel nodig om apart een warmtekafel aan te wijzen naast het warmteprogramma? Dat is de vraag. Ja. Denken. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat het goed blijft om uh, uh, he, die systematiek te handhaven, om uh, huh. warmtekavels uh, vast te stellen. Ja, um, ja ook, ook als er publieke partijen komen. Ja. Uh, uh, bovendien zullen we niet meteen alleen maar publieke partijen hebben. He? Nee, je hebt, precies. Een, uh, je hebt een, uh, uh, In de WCW voorziet ook in een ingroeiperiode. We verwachten niet dat er. Voldoende publieke realisatiekracht zal zijn. Dus de eerste zeven jaar kunnen er ook nog private partijen worden aangewezen voor een warmtekavel. als er geen partij met een publiek meerderheidsaandeel beschikbaar is, of een warmtegemeenschap natuurlijk. En de komende jaren zullen er dus ook nog veel private partijen zijn. En ja wij denken dat het dan heel goed is om dan toch zo'n verticale relatie te hebben in plaats van een horizontale. En dus te gaan werken met kavelsystematiek... en het aanwijzen van warmtebedrijven daarvoor. Ja, ja precies. Nog een andere vraag wellicht? Zeker, nog een vraag van Tim den Hoed. Uh, mocht de primaire warmtebond van het warmtenet uitvallen... en niet meer terugkomen... waardoor het warmtebedrijf moet terugvallen op een duurdere warmtebond... kan het warmtebedrijf dan deze ge uh, gehele toegenomen kosten... Uh, verhalen op de consument? Of hoe wordt de consument hierbij beschermd? Of komt er wellicht een maximaal tarief... Ja. ja, daarbij is de vraag van, hè, komt dan die duurdere bron ja, terug precies. in de tariefformule? Precies. Dat denk ik wel, hè? want het uitgangspunt is dat een warmtebedrijf zijn uh, efficiënte kosten kan terugverdienen. En als ze niet anders kan dan nou ja, hè, misschien tijdelijk of, of uh, een duurdere bron uh, uh, gebruiken, dan zal dat dus ook moeten terugkomen in, uh, in die tarieven. Ja. En hoe zorgen we dan voor een betaalbaar aanbod? Dat is denk ik een beetje de achterliggende vraag hierbij. Ja, of gaan we ja. organiseren als overheden? De betaalbaar aanbod. Ja. Uh, ja, nou ja, goed. Dat is uh, uh, hè, als je gaat werken met tariefformules. Dan uh, krijg je dus een uh, tarief, maximum maximumtarief per warmtekavel. Ja. En dat betekent dus ook dat die tarieven per warmtekavel kunnen gaan verschillen. Uh, ja, en dat betekent dus ook dat het op het ene warmtekavel warmte duurder zal worden dan uh, op het andere warmtekavel. He, en uh, ja, goed, als het dan echt te duur wordt, dan uh, kan ik me voorstellen dat zo of zo'n zo collectieve warmtevoorziening er niet komt, of dat er toch iets van een subsidieregeling uh, moet komen als het toch belangrijk is uh, als daar een uh, collectieve warmtevoorziening komt. Ja, oké, okay, super. Dankjewel, voordat we overgaan naar de volgende vraag... wat nog een beetje bleef hangen iedere keer in het stukje, uh, dat toelichting op de wet... was eigenlijk het overgangsrecht. Wilde je daar nog een korte toelichting op geven? Ja, ik kan nog wel even, een, even de hoofdlijnen nog een keer schetsen. Ja. Um, het is de bedoeling dat uh, bestaande warmtebedrijven... komen onder het overgangsrecht te vallen. En ja. hoe gaan we dat dan doen? Ja. Uh, nou, er zijn nu een heel aantal warmtebedrijven... die zijn actief op basis van een concessieovereenkomst... Mm -hmm. Uh, de gemeente die heeft een jaar de tijd om t, uh, te bepalen welk gebied bij die concessieovereenkomst hoort. Ja. Uh, welke voorschriften daaraan uh, verbonden zijn die ook aan de aanwijzing verbonden zouden moeten worden. Um, en dan vervolgens gaat de uh, gemeente een warmtekavel daarvoor vaststellen. En dat warmtebedrijf, dat bestaande warmtebedrijf, daarvoor aanwijzen. En het gevolg daarvan is dat. Um, uh, ook de bestaande warmtebedrijven onder het regime van de, van de WCW komen te vallen. Dus alle verplichtingen en taken ja. gelden dan ook voor dat bestaande warmtebedrijf. Dus dat is even grofweg uh, de, de hoofdlijn. Mm -hmm. En dat kan dus ook betekenen dat um, een, een bestaand warmtebedrijf binnen een warmtekavel ja. mogelijkheden heeft, als de gemeente dat wil, dat bijvoorbeeld een andere wijk op uh, warmte aangesloten wordt. Oké. Okay. Een gemeente kan ook zeggen van nou, uh, het warmtekafé willen wij voor een bepaald deel uitbreiden, dus ja. vergroten. Dat kan onder bepaalde omstandigheden ook. Ja, super. Er dus, zijn uh, verschillende mogelijkheden. Ja, zeker. Oké, okay, super fijn. Niels. Ja. Even in het kader van het overgangsrecht of niet ja, op bestaande warmtebedrijven? Ja, precies. Er gaat toch nog een vraag over. Ja, Diest heeft een vraag erover. Ja. Als gemeente kavel toewijst aan een bestaand warmtebedrijf, omdat die al een bestaande concessieafspraak is, nou eigenlijk ga je dus van rechtswegen concessie over in een warmtekavel. Dat heeft iedere keer net toegelicht. Um, maar ze willen die kavel uitbreiden, of de gemeente wil dat doen, betekent dit dan verplichting voor de bestaande warmtebedrijf? En stel als bestaande warmtebedrijf deze uitbreiding van dit kavel weigert, omdat het niet rendabel is, kan dit. Uh, daar zitten heel veel vragen in ja, 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 ja. Ja, ja. We gaan het nippen. Um, ja, uh, nou ja, de, de bal ligt bij de gemeente. Dat is even punt 1 om goed uh, helder te hebben. Uh, dus de gemeente bepaalt van willen wij dit warmtekavel vergroten of niet. Um, we hebben een aantal uh, regels opgenomen onder welke omstandigheden de, de gemeente dat dan kan. Ja. Um, een daarvan is ook dat er nog steeds een, een redelijk rendement behaald moet kunnen, moet kunnen worden, en zo'n warmtebedrijf moet ook voor dat grotere gebied zijn taken kunnen uitvoeren. Um, en onder, als, als daaraan voldaan wordt, ja. dan is het, warmtebedrijf, het bestaande warmtebedrijf verplicht om ook voor dat grotere deel, dus dat vergrote warmtekavel... Uh, nou ja, de taken en verplichtingen uit te voeren. Dan is daar natuurlijk altijd bezwaar en beroep tegenover. Mm -hmm. dat, dat is ook logisch. Okay. Maar goed, als de gemeente keurig netjes uh, de, de, de voorwaarden afgaat en uh, dat goed onderbouwt en motiveert. Dan, uh, dan is het dus zo dat een bestaand warmtebedrijf dus verplicht is om ook voor dat vergrote deel van het warmtekavel uh, nou ja, collectieve warmte te, te nee, organiseren. Ja, precies precies. Ja. Maar als dat kavel dan vergroot wordt, dan uh, met minder rendabele woningen, wat betekent oh, dat ja. dan voor de tarieven? Ja, dat er voor de bestaande klanten dan mee omhoog, omdat die kosten over een grote groep wordt verspreid. Maar ik wel denk, hogere kosten. Ja, ik denk dat uh, Femke daar het. Want, uh, ik denk dat Femke het beste die antwoord, ja. dat antwoord kan geven. Um, ja, uitgangspunt is dat het warmtebedrijf zijn efficiënt het kosten kan terugverdienen op dat warmtekavel. He, dus als het warmtenet wordt uitgebreid, het warmtekabel wordt uitgebreid. Ja, en dat leidt tot andere kosten, meer kosten. Dan zal dat dus inderdaad ook betekenen dat uh, de tarieven dan ook zullen wijzigen. Dat klopt. Ja, het wordt dan wel gesocialiseerd over het hele, hele warmtekavel. Hè. Dus het is niet dat alleen dat uh, nieuwe stukje, uh, de, uh, zeg maar, de verbruikers of het nieuwe stukje dan extra gaan betalen. Maar dat wordt dan uh, ja, over dat hele warmtekavel uitgesmeerd. Maar dat kan zeker gevolgen hebben voor de tarieven op dat warmtekabel. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Um... Stel vooral je uh, kijkersvragen. Uh, even ingaand op duurzaamheid, Lex. Uh, we hebben een aantal stakeholders sessies gehad. Hè, voor, uh, als je kijkt naar duurzaamheid. Uh, en met name ook op het gebied van de rekenmethode. Uh, uh, wat is je verwachting dat. Uh, gaan we de opgave halen qua duurzaamheid. als je kijkt naar het bedrijf? Wat zeiden ze daar zelf over tijdens die bijeenkomsten? Um. Ik, ik denk dat uh, als wij ook kijken, want we hebben nu al een paar jaar ervaring met die duurzaamheidsmethode. Yeah. En we hebben ook ja, op ons op de website, kan je ook zien wat de prestaties zijn de afgelopen jaren. Bij de RVO.nl uh, uh, onder warmtewet. Um, en dan zien we dat veel bedrijven al in de buurt komen, of zelfs die norm al halen. Nu al okay. de norm voor 2030 <laughs> halen. Ja. Yeah. Aan de andere kant zien we er ook een aantal warmtenetten die dat niet halen. En yeah. Voor een deel zien we al dat daar volop gewerkt wordt om uh, naar alternatieven te kijken. Uh, of geothermie, of, geotomie, of nou, hier in Den Haag uh, 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 aansluiten op de warmtelink. Met een, een, een bron die duurzamer is mm. dan ze nu hebben. Dus daar loopt van alles. Uh, maar ja, 2030, ja, voor grote investeringen is 2030 ook al dichtbij. Dus het wordt, ja, precies. Het wordt nog wel ja. een uitdaging. Uh, ja. Vooral ook voor sommige kleine netten, want die hebben niet altijd de ruimte. en, en uh, om zomaar een andere bron te starten. Ja. Dus daar uh, zal zeker, ik denk in een grote lijnen uh, gaat dat lukken. Ja. Uh, maar er zullen zeker uh, locaties zijn waar het een, een grote uitdaging wordt. Ja, dan kan ik me ook goed voorstellen dat dat uh, ingezet moet gaan worden. Ja. Misschien dan mag ik nog één punt ja, aanvullen. Want uh, warmtebedrijven hebben ook de mogelijkheid om een tijdelijke ja. ontheffing aan te vragen. Okay zodat, dat gecreëerd uh, lucht in uh, toch ja. de grote investeringen die dan soms uh, gedaan moeten worden. Ja, en hoeveel tijd is dat dan? Uh, dat zal altijd. Uh, ja, dat, dat, dat is, is ma maatwerk. Ja, dat is, dat is maatwerk. maatwerk, ja. ja. Dus dat zal, de ACM zal dat bepalen. Dus ja. uh, dat hebben we nu nog niet. Uh, nee, maar het is wel fijn dat het maatwerk is qua tijd. Ja, ja. ja precies. Dus dat is, uh, is super fijn. Uh, we gaan bijna over naar een, uh, uh, een, nog een vraag vanuit, uh, vanuit jullie. Uh, maar mijn oproep is even: mocht je nou een vraag hebben voor Ahmed uh, over de NPLW, uh, om te voorkomen zeg maar, dat hij daarna na deze sessie urenlang aan de telefoon uh, zit, uh, stel rustig de vraag voor Ahmed, misschien over de rol van de NPLW uh, en waar je hem graag voor wil betrekken. Niels, hebben we nog een vraag? Ja, we hebben een paar vragen. Ook één over het NPOW, dus het komt goed uit. Oh, nou, ja. nou. Alsof het voor gemaakt is. Uh, ja. Je merkt dat private warmtebedrijven niet meer willen investeren in een warmtenet. Of in collectieve warmte. Ja. Hierdoor stagneren de plannen zoals opgenomen in de TVW. Um, wat kunnen we daaraan doen? Dat is een beetje de vraag. Ik zie iedereen heel erg diep nadenken. Oh ja. <laughs> <laughs> Ruben. Nee, kijk, ja... Um, volgens mij is het goed om in dat geval. Want elke situatie staat er wel een beetje op zich dan. Uh, om dan wel als gemeente gesprek aan te gaan. Van nou, maar wat is er dan precies hier aan de hand? Uh, uh, en wat is dan voor jullie ook een, een perspectief? Hè? Want het is, de, de wet geeft natuurlijk ook de ruimte om uh, aan private partijen. om wel een rol te blijven spelen. Ook in de toekomst als minderheidsaandeelhouder. Nou, we hebben natuurlijk het overgangsrecht waarin je dus wel, nog steeds wel aangewezen kunt worden. Volgens mij is het met elkaar dan goed om het, om het gesprek te voeren. Hoe zien wij nou de komende jaren voor ons? Wat zijn ook de plannen van de, de gemeente in kwestie? Uh, um, uh, volgens mij is het ook heel goed om nu na te denken: wat vinden wij daar zelf wenselijk? Meestal zie je ook dat, dat, dat gemeentes in reactie op zo'n soort signaal zelf ook uh, nou, de, de, de handschoen op pakken en zeggen: Nou, maar dan gaan wij ook nu onze rol bepalen. En ik denk dat dat ook perspectief biedt om uh, het gesprek te voeren. En wat is dan ook in de toekomst uh, uh, nou, de, de rol die zo'n uh, private partij kan, uh, kan vervullen? Um, ik, ik zou daar ja, nu vooral dat soort gesprekken uh, proberen op te starten. Ja. Ja, ja. En een linkje naar het NPLW. Wij uh, zijn ook bezig om daar een soort van handreiking voor te gaan maken. Van, okay. uh, wat kan je als gemeente nu yeah. uh, met deze onzekerheden uh, uh, alvast oppakken en doen? Ja, ja dus we zijn daarmee bezig. Uh, en dan komt de interessante vraag: wanneer is het af? Maar ze willen natuurlijk nu hè, je hand draaien. We willen nu die proces. De urgentie is hoog. Uh, ze willen nu alvast een gesprek gaan voeren. Ik hoef geen datum en het datum te nee, zijn. maar ongeveer een. Datum. Nee, ik, 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 ik denk wel het eerste kwartaal van dit, uh, dit jaar. Ja. Uh, want er ligt al eigenlijk een leidraad vanuit de, uh, EZK ja. uh, uh, over overlopende projecten. Ja. En uh, daar willen we een praktische vertaling uh, van maken. Ja ik heb eigenlijk nog wel een persoonlijke vraag, is eigenlijk een beetje voor iedereen. Aan het begin uh, begon Reinier over, die zei van, goh, hè, we krijgen advies van de Raad van State. Uh, hoe werkt dat? Want ik bedoel, ik ben niet bekend, ik ben wel bekend met de Raad van State, maar hoe werkt zo'n procesprocedure als je advies krijgt van de Raad van State? Dus uh, wanneer gaat dat ongeveer terugkomen? Wat doen we er dan mee? Uh, hoe, hoe, ziet, hoe ziet dat proces eruit? Um, nou ja, wij verwachten eind maart ja. het advies en uh, ja, dat is altijd een grote verrassing, ook voor ons. Ja. Dus wij zijn erg benieuwd wat, uh, wat ze ervan vinden en dan, uh, ja, dan gaat dat uh, leiden tot uh, nou ja, wijziging van het wetsvoorstel. Bijvoorbeeld. Uh, maar goed, dat hangt helemaal af van de inhoud van het, uh, van het advies. Ja, ja, De Raad van State kan ook een blanco advies geven. Wat betekent dat? Nou ja, dat er eigenlijk geen opmerkingen zijn en ah. dat de tekst op <tomstijl> ja, door kan gaan. Geniaal. Dus, uh, ja. dus daar rekenen we geloof ik nog niet helemaal. Op. <tomstijl> <tomstijl en, uh, dan maken wij het, uh, uh, het nader rapport. Dus in het nader rapport gaan wij een reactie geven op het advies van de Raad van State. Ja. En we passen eventueel het, uh, het wetsvoorstel aan. En dan kan is het gereed om naar de Kamer toe te sturen. Ja, oké, okay. super. Dankjewel. Want in april komt sowieso de internetconsultatie nog uh, de aan. Daarvoor is nog een grotere. Uh, uh, Stakeholdersbijeenkomst. Daarvoor kun je opgeven bij, uh, bij Niels. Uh, als je van de gemeente bent, bij Tjeerd. als je van de provincie hier bent. Uh, dus uh, genoeg ruimte zeg maar, om nog mee te praten, mee te denken in het geheel. Alhoewel ook wel de deuren al een beetje aan het sluiten zijn als je kijkt naar uh, uh, dit soort bepalingen. Niels, ja. hebben wij nog een vraag? Ja, u begon net over de provincies. Uh, Peter Corbet had nog een vraag. Uh, welke wettelijke rol uh, zien jullie voor de provincie in de WCW? Nou ja, op dit moment uh, speelt de provincie een rol bij het vaststellen van de warmtekavel. Uh, dat, uh, in eerste instantie is het dus de gemeente die een, uh, een ontwerp uh, vaststelt. Die is dan vervolgens verplicht om dat naar de provincie toe te sturen. En de provincie kijkt dus naar het grotere plaatje, even vanuit een breder perspectief. En die kan dan vervolgens een zienswijze geven. En de gemeente zal dan die zienswijze moeten betrekken bij het definitief vaststellen van het warmtekavel. Dat is uh, grofweg de rol van de, uh, de provincies uh, zoals die nu in de WCW zit. Oké, okay. okay, super. Voordat we naar een afsluitend rondje toe uh, gaan, uh, hadden we nog een vraag voor Agment, of niet? Ja, wat de... nog een ja, vraag. Uh, welke hulpmiddelen en ondersteuning uh, bereidt het NPOE voor met betrekking tot het bijhouden en opvolgen van de opt-outs en de verplichtingen met betrekking met tot het toezenden van informatie aan de ACM? Nou. Ja. <laughs> nee, ja. Veel vragen in één. Nee, veel vragen in één. Uh, we bereiden een, uh, een aantal hulpmiddelen uh, ja. uh, voor. Zoals bijvoorbeeld uh, een handreiking voor het maken van een warmteprogramma. Maar ook uh, uh, voor het uh, Opstarten of, of opzetten van, een, van een, misschien wel een warmtebedrijf of een samenwerking met, met, met uh, private partijen. Uh, wij bereiden niks voor, voor voor de op uh, regeling of het bijhouden daarvan. Ik denk dat dat misschien wel eerder bij, bij uh, het ministerie uh, zal liggen om daar uh, 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 ja, een. een, een, een uh, iets van een voortgang, uh, uh, of voortgangbewaking of iets dergelijks. Dus daar ja. bereiden wij niks voor. Maar wij helpen gemeentes echt wel met vragen van... Hey, hoe maak je de eerste stappen of hoe zet je de eerste stappen... Uh, richting, uh, uh, richting het ontwikkelen van een warmtebedrijf... of het uh, ontwikkelen van een warmtenet. Ja, oké. Okay. Volgens mij in, in bredere zin is het denk ik goed om te, te benoemen... Kijk, als, als je ziet dat vragen uh, in allerlei gemeenten spelen... Ja, dan is het denk ik aan nou ja, om de, de mensen zoals we hier aan tafel zitten om te bedenken, ja. Ja, dus, dus MPUW, eh, VNG, RVO, om te bedenken hoe we die eh, vragen het best kunnen beantwoorden. Hè. Dus ja. als deze vraag op allerlei plekken voorbij komt, nou ja, dan ja. Eh, gaan wij die arresteren met elkaar. Ja, ja. oké, okay. super, dankjewel. We zitten in de laatste twee minuten. We gaan een beetje naar de afronding. Um, Femke, wat zou je mensen nog willen oproepen uh, die nu kijken? Um... Ja, ik zou zeggen uh, hè, tegen gemeenten van... Hè, als je plannen hebt om een collectieve warmtevoorziening uh, in je uh, gemeente te realiseren... ga eens kijken bij andere gemeenten die dit al gedaan hebben. Hè. Uh, ik denk dat je daar ja. veel van kan leren. Ja, ja. super. Dank je wel. Achmed, wat wil je nog meegeven? Um, een aantal dingen. Uh, ik zou de gemeentes mee willen geven van... Joh, mochten ze na afloop van dit webinar uh, nog vragen hebben, stel ze aan ons... Ja. Uh, uh, of aan de accounthouder. Um, wat ik nog mee wil geven. is ook dat we. Dat we een reeks van webinars. Uh, vanaf, de 7, vanaf 27 februari gaan organiseren. rondom uh, governance. aan de gemeentelijke rol. in het publieke warmtebedrijf. En daar gaan we ook in op voorbeelden. Welke voorbeelden zijn er nou eigenlijk? Uh, om van elkaar te leren. Uh, daar kunnen mensen zich nog voor aanmelden. Uh, en tot slot. Uh, wil je op de hoogte blijven. van alles wat wij doen. Ja. Hoe wij gemeentes ondersteunen. Ja, abonneer op onze nieuwsbrief ja. en bezoek onze website nplw.nl. Oké, okay, super, dankjewel. Voor jou even het laatste woord voordat ik uh, naar de afsluiting uh, ga. Maar dan even vanuit, niet vanuit <laughs> je rol als uh, ondersteuning ja. uh, van mij nu voor dit webinar, maar meer als je, vanuit je rol vanuit de VEG. Wat ja. wil je nog meegeven? Um, nou, denk gewoon goed na over welke rol je kan nemen. In die publiek, zoals we dat hebben gedefinieerd, publiek realisatiekracht. Dus ga heel goed nadenken met welke partijen, of netwerkbedrijf, warmte, werd net ook door uh, Femke benoemd, uh, wil je die betrekken, maar welke rol wil je pakken uh, binnen de covenants? Achmed, refereerde al aan Webbo's ja. dat we komen. Maar we organiseren daar, we gaan daar ook samen met NPOW dingen op organiseren. Dus hoe je je rol kan nemen uh, op collectieve warmte. Dat is denk ik heel belangrijk om dat te realiseren. Super. Dankjewel allemaal voor jullie toelichting, voor jullie harde werken, voor het informeren. Zeg maar. Ik hoop dat jullie in ieder geval een stukje wijzer zijn geworden met de kennis en informatie die we tot jullie hebben uh, gekregen. Er volgen nog een aantal meer webinars, uh, namelijk op 27 februari is er nog, uh, nog eentje uh, om jullie zoveel mogelijk te betrekken en uh, te informeren. En tevens het, het verzoek, er is nog een enquête om die in te vullen. Uh, en dan wil ik jullie bedanken voor jullie tijd en voor jullie aandacht. En, uh, Maak er een mooie dag van.